Dus welkom bij onze webinar Leuke online activiteiten ontwikkelen. We zijn hier vandaag en dan ga ik aan Inge en Jan vragen om ook even de webcam op te zetten. Mogen jullie niet, Inge? Nee, ik krijg een verbod voor. Oei, dan ga ik dat in orde maken dat je dat wel mag. Ik mag. Jij mag. Ja, dat mag vandaag, hè. Nu mag Inge dat ook. Dus ik ben Katrien, ik werk voor Tone, Technologie Ondersteund Levenslang Leren. En wij doen deze reeks webinars met 3 partners. Dus Jan van Klassement, zien jullie ondertussen Hallo. Ook al in beeld. Jan zal ervoor zorgen dat jullie vragen beantwoord worden in de chat of in de gedeelde notities. We hebben sinds vorige week een nieuwe tool in gebruik, Big Blue Button. En het handige is dat je bij gedeelde notities, en die vind je links bovenaan, dat je daar samen in één document kan schrijven. Dus dan kan je daar je vragen en kan Jan je vragen in linie, dus direct bij je vraag een antwoord formuleren. Dus voilà, Jan typt daar al zijn tekstje in. Dus daar mag je gerust die vragen in opnemen. Als je later, voor je straks de sessie verlaat, die Q&A eigenlijk een beetje wil meenemen. Dat kan ook. Je hebt daar een pijltje links en rechts achteraan. En als je daarop klikt, kan je exporteren of downloaden als Word-document, als PDF. Dus dan kan je ze ook meenemen. Heb je direct ook al bij jouw vragen de antwoorden. Ondertussen is Inge ook gearriveerd met de webcam. Dus Inge is van D-Learning in Nederland. En wij geven al jaren samen webinars. Dus vandaar dat wij deze ook met ons 3 gaan verzorgen. En je ziet hier het bord van Xerte staan. Maar dat staat daar omdat ik dadelijk presentaties in Xerte moet verzorgen. Met de Aperio-conferentie. Vandaar. Ah, voilà. Dat is niet standaard, Inge. Ja, ook wel een beetje standaard, maar ik zie nu dat ik hem vergeten was weg te zetten. Geen probleem. Prima. We gaan starten met een eerste poll aan jullie te vragen. En onze eerste vraag aan jullie is, doen jullie aan online activiteiten? En als je zegt, ja, ik doe dat al. Of nee, ik weet helemaal niet waar ik eigenlijk aan begonnen ben. Ja, je bedoelt leuke online activiteiten? Ja, leuke online activiteiten, ja. Ik zie dat er al een aantal mensen nog niet gestemd hebben. De meesten al wel. Nog een 3-tal. Dat is 3-2-1. We gaan de resultaten eventjes met jullie delen. Ze komen eraan. En de meeste van jullie zeggen dus 73% van ja, we doen dat al. En 18% zegt we doen dat nog niet. Hopelijk dat we vandaag jullie kunnen inspireren om dat al wel te doen. Ik ga jullie nog een tweede poll vragen. En een tweede poll is, doe je dat met individuele leerlingen? Dan kies je A. Of doe je dat met groep? En dan doe je dat een B. En dat loopt heel mooi gelijk op dit moment. Het gaat toch een beetje een voorkeur zijn. Ik zie ook nog dat er een 5-tal mensen moeten stemmen. Ik denk dat we er wel steeds beter van worden. Ja, nog snel die nog niet gestemd hebben. Oké. En dan zien we dat daar 32% zegt individueel en 35% zegt in groep. En om helemaal nu warm te lopen, gaan we nog een andere vraag stellen. Om een beetje te zien wat jullie al kennen. Dan mag je stemmen of dat je al Kahoot gebruikt, quizzes, escape room of totaal iets anders. Als het anders is, dan
Mag je dat ook even in de gedeelde notities meegeven, dat we kunnen zien wat die anderen zijn? Katrien, Chris laat weten dat hij op de iPad meekijkt en dat hij daar niet kan stemmen of geen resultaten ziet. Resultaten zien zal niet kunnen. Stemmen zou normaal wel moeten kunnen. Als je moest iets anders doen, zet dat dan heel eventjes in de notities of in de chat, want ik zie beide binnenkomen. Oké. Ik ga even samenvatten. Dan zie ik dat 43% Kahoot gebruikt, 4% quizzes, 4% zegt escape room en 30% zegt andere. En dan ben ik heel benieuwd naar wat andere kan zijn. En dan zie ik dat in de gedeelde notities heel wat tools binnenkomen. Zethings, Socrative, polling in Zoom. We gaan dat polling in webinars doen, zoals we nu ook gedaan hebben. Forums, learning apps, leerbare, boekwitjes, Woodclap, quizlist. Ik denk dat we hier met specialisten zitten, Inge. Moeten we de webinar nog wel gaan doen? Nee, ik denk dat ze ons iets kunnen gaan leren. Ik geef heel graag het woord aan jou, Inge. Oké. Ga jij naar de volgende? Ja, we zijn natuurlijk altijd. Ja, ik zie het. We zijn natuurlijk altijd op zoek naar ook een beetje achtergrond rondom de webinars die we doen. We betrekken er ook altijd een beetje didactiek bij of pedagogiek. En zo ben ik er eens ingedoken wat er nou is rondom spelen en spelend leren, zeg maar. Er is natuurlijk heel veel. Maar ik kwam. Twee dingen tegen die ik wel interessant vond, dat ik met jullie wil delen. Ik zal er niet te lang bij stilstaan. Maar dat zijn Creative Pedagogy en Creative Playful Learning Model, CPL. En om met die eerste te beginnen, kun jij heel iets een stukje naar beneden scrollen? Dan zie je in dit model, daar zie je, het is eigenlijk een standaard model rondom pedagogiek. Maar je hebt dus de onderdelen teaching, learning en creative learning. En wat heel belangrijk is bij dit model, is als je dit gaat doen met je leerlingen of je studenten, is dat je een omgeving moet scheppen dat ze zich veilig voelen om dat te kunnen doen. En om een voorbeeld te geven, wanneer jij een opdracht geeft en de kinderen in groepen of individueel, maakt niet uit, gaan iets bedenken hoe ze dat dan gaan doen. En ze willen bijvoorbeeld met modder op papier gaan proberen te schilderen, dan moet je niet zeggen van nee, dat moet je niet doen, want dan wordt het papier nat en dan kun je beter daar en daar op doen. Je moet ze dat allemaal zelf laten ontdekken. En dan moet je dus ook, en dat is soms wel lastig, als docent eigenlijk een beetje naar achteren gaan staan en het gaan laten gebeuren. En dat bedoelen ze met die creative pedagogy. En er is gebleken dat als je dat doet en je laat die kinderen dus op die manier ontdekken en spelen, hoe oud ze ook zijn, en dit geldt ook voor volwassenen overigens, want wij leren het natuurlijk af op een gegeven moment om te spelen. Maar als je dat doet, dan helpt dat enorm bij het leren van verschillende dingen. En dan hebben we het Creative Playful Learning Model, CPL, die gaat er eigenlijk op verder. En die zegt nou, die omgeving dan creëert, wat je dan ook kunt doen is zeggen, nu gaan we zelf spelen ontwikkelen. En zo gaan we in een groepje, kun je zelf een spel of het een en ander gaan ontwikkelen. En daar onderscheid je dan vier fases in. En dat is de oriëntatiefase. Nou, dat zegt eigenlijk vanzelf al, daar ga je kijken van oké, wat is de opdracht, wat moet ik doen, welke tools gaan we gebruiken, welke kennis wil ik daar allemaal in overdragen. En dat kan je dus bijvoorbeeld met een groep doen, of het groepje doet dat zelf. Dan in de creatiefase, dan ga je het ook maken. Dan moet je natuurlijk zorgen dat je een soort playground hebt waar ze het kunnen oefenen als je een bepaalde techniek gebruikt. En dit geldt trouwens voor online en offline. En ze gaan dat dan bouwen, daar begeleid je ze nu natuurlijk in. En uiteindelijk hebben ze dus een soort prototype van hun spel gemaakt. En vervolgens, in de gameplay fase, gaan ze het spel ook spelen.
Ze gaan hun eigen spel spelen, ze gaan hun eigen spel testen. Maar wat ook heel belangrijk is, dat ze het spel van de ander, van de andere groepen, van de andere individuen ook gaan bekijken en ook gaan testen. Want daar leren ze weer van, wat ze mee kunnen nemen in hun eigen ontwerp. En dan in de laatste fase, daar gaan ze zich helemaal eigen maken. Dus de kennis, ze gaan het bijvoorbeeld een handleiding maken, dat soort dingen. Ze gaan het allemaal beschrijven. En dat kun je aan de hand doen van bijvoorbeeld door de docent die een aantal vragen stelt die ze gaan beantwoorden. En op basis van die vragen gaan ze vanzelf wel nadenken over wat ze er nou van meenemen. En wat ze eventueel nog kunnen verbeteren aan hun spel. Dus dat is het Creative Playful Learning Model. En dat is van, het is al van 2010, van Kangas. Dan heb je het CPL-project, daar heb ik er even bij gedaan. Je krijgt dit, deze module ook, dus daar kun je er gewoon eens naar kijken. Dit is van een school in Maleisië. En die hebben aan de hand van dat CPL, hebben zij een escape room gemaakt. En als je even naar beneden scrolt, hier in deze afbeelding. Ja, dan zie je daar rechtsonder, zie je een klein staartje, want ze hebben die studenten ook bevraagd over wat ze er nou van vonden. En dan zie je dus dat een digital escape room bijvoorbeeld heel hoog scoort. En de classroom in dit geval laag. En als je zelf nadenkt, is dat eigenlijk ook wel logisch. Want zo'n escape room is natuurlijk hartstikke leuk om te doen. En in de klas is ook wel leuk. Maar dat is meer standaard. En dat kan natuurlijk ook wel in deze cijfers zitten. Dat zo'n digital escape room is natuurlijk iets nieuws. Dus dat moet je ook wel meenemen. Kun jij naar de volgende pagina? Ik heb hier eventjes twee voorbeelden. In de eerste, kun je op de afbeelding klikken? Dit is van een van jullie Vlaamse collega's. En die heeft een geoquest gemaakt. Op zoek naar de Cycraft broodrobots. En eigenlijk is het doel dat je gaat leren om te werken met... kun je naar de volgende pagina? Om te gaan leren werken met Google Earth. En dat heeft hij helemaal in een spel gegoten. Nou, hier wordt een spel voorgelezen, dat horen jullie niet. Maar er wordt een heel verhaal voorgelezen en een uitleg door die docent. En vervolgens ga je dan verder in het spel. En dan krijg je allerlei opmerkingen. Klik maar door, Katrien. En hier ga je beginnen. En hier kun je dus kiezen of je het spel gaat spelen. Maar in de voorgaande slides heb je al gekregen... te horen gekregen dat het wel goed is dat je weet hoe Google Earth werkt. Dus dan kun je dan boven die vier tegels die kun je gaan doen. En dan kun je zeg maar de techniek eigen maken en de theorie. En vervolgens op play klikken. Nou ben ik iemand, als ik een tv koop, dan zet ik hem neer en dan ga ik hem met alle knopjes proberen. En als ik vastloop, pak ik de handleiding. Dus ik ging gelijk naar play. En toen kwam ik er toch wel achter... Ga maar naar de volgende pagina, Katrien. En nog één. Wel veel uitleg. Maar wel heel logisch als je er doorheen loopt. En nog eentje. Je moet even naar het spel toe. Hier begint eigenlijk het spel. En om een stukje verder te komen, moet ik een vraag goed beantwoorden. Nu heb ik het spel al een paar keer gespeeld, dus ik weet ondertussen wat het antwoord weer was. Dat is Rio de Janeiro. Nou, ik ben nu in Rio de Janeiro en ik krijg weer een verhaal. En als ik er nu weer naar de volgende pagina ga, dan krijg ik weer een vraag. En zo kan ik het hele spel spelen. Heb ik de vraag fout? Klik maar op Tarabana B. Dan word ik teruggestuurd. Naar de beginnerscursus voor Google Earth. En zo ga ik dat helemaal doorlopen. Dus nadat ik de eerste keer een fout had gedaan, dacht ik, ik moet toch wel eens even die theorie of die achtergrond kijken, want ik kom hier niet verder. En dit is een hele leuke manier om dit te leren. Nou, dit kun je individueel doen, maar dat kun je natuurlijk ook in een groepje doen. Want als jij bijvoorbeeld in Zoom of in Big Blue Button of welke Teams, wat je dan ook hebt, en Teams kan dat geloof ik niet, maar waar je breakout rooms zou kunnen maken, dan kun je ze in een groepje zetten en je geeft ze dit leerobject. En degene die het eerste, het uiteindelijke antwoord heeft, die komt weer terug en die heeft dan gewonnen.
En daarbij ga je natuurlijk dat samenwerken wat ze moeten doen rondom die escape room. Of in dit geval, ik weet niet precies, het is een kruising tussen een escape room en een verhaal. Kun je dan gaan gebruiken in hoe ze dan moeten samenwerken. Dus je kunt er van alles nog aan omheen gaan hangen. Erg leuk om te doen. Kun jij terug gaan naar de leerplek? Ja, naar de... Ja, die. Die ga ik verder niet laten zien. Maar dit is een studentenproject van de University of Bristol. Nou hebben ze hier niet gewerkt met een spelletje, maar de techniek vind ik is heel erg mooi. Wat ze gedaan hebben is in dit geval rondom kleine stukjes Italiaanse grammatica. Hebben ze hun studenten een opdracht gegeven per groepje. Maak nou eens een module, en in dit geval werd ze dan aan het zetten. Maak eens een module die je gaat geven dadelijk aan je andere studenten over dit onderdeel van grammatica. Maar dat kun je natuurlijk ook heel goed doen met in een spelvorm. Maak een spel, maak een ganzenbord, maak een escape room, maakt niet uit. Maak iets wat je dan weer gaat delen met je met een ander groepje. En dat is ook een hele goede manier voor studenten om te leren. Kun je naar de volgende pagina? Ja, ik heb een aantal voorbeelden voor jullie opgezocht. Kun je die cookies wegklikken? Dit is bijvoorbeeld quarantaine bingo. Het is niet specifiek voor kinderen, of dit is gewoon bingo. En hier kun je, en dat is het mooie, want het probleem is niet de bingo, want je kunt voor met z'n allen in Zoom gaan zitten. Of in een andere webinar toe. En je kunt de cijfers opnoemen, ze hebben een kaart. Maar hoe genereer je nou die bingo kaarten? Dan moet je weer even terug naar de voorpagina hiervan. Dan moet ik even kijken, als je iets naar beneden scrolt. Dan hebben ze daar, genereer jouw bingo kaarten. En dan kun je op, als je nu naar beneden klikt. Naar beneden scrollt, dan kun je daar zeggen, nou, ik wil bijvoorbeeld 6 bingo kaarten hebben. En dan zie je, dus, dit lijkt allemaal code, maar het zijn eigenlijk allemaal links. Dus als je dan bijvoorbeeld de eerste pakt, die begint bij HTTPS en die eindigt bij dat nummer. En als je dit dan even in een tabblad plakt. Dit is dus een bingo kaart. En het zijn allemaal verschillende bingo kaarten en die kun je dan aan de verschillende individuen of groepjes geven. Dat is quarantaine, bingo. Gewoon een leuke activiteit om met je groep te doen. Ik ga terug naar de leerplek. Inge, sorry voor het onderbreken hoor, maar er zijn een aantal mensen die melden dat er nogal wat ruis op de microfoon zit. Oh? Ik zou hem wat dichterbij zetten, helpt dat? Is dit beter? Ja, veel beter. Okay. Ik was het ook al aan het typen naar jou. Oh, oké. Okay. Ik zit nu ongeveer 5 centimeter met mijn mond van de microfoon af. en er komt hier ook wel een vliegtuig over, dus dat is misschien ook een probleem. Oké, dit is de bingo. Kun je teruggaan naar het leerkind? Ja, dit is een andere. Dat is de bekende pubquiz. En... hier is een pagina, er staan allerlei linkjes op, daar moet je gewoon maar eens naar kijken. Maar van organiseren van een pubquiz. En daar staan links op naar sites waar allerlei vragen staan. Daar staan kant-en-klare pubquiz op, maar er staat ook uitgelegd hoe je nou een pubquiz kunt maken. En de pubquiz is natuurlijk heel erg leuk om te spelen in groepen. En dat hoeft niet eens in een webinar toe, want je kunt zo'n pubquiz aan een groep geven en dan kunnen zij onderling dat met z'n allen oplossen. En vervolgens de resultaten weer tonen. Dus dit kan voor offline en online kun je dit altijd gebruiken. Erg leuk om te doen. Wil je naar de volgende gaan? Ja, Wikiwijs in Nederland is eigenlijk een soort repository van allerlei... modules en dergelijke, net zoals bij klassement. Daar heb je deze module, die gaat over games. En dat is eigenlijk iets heel anders dan wat ik net liet zien. Het is niet op zich een voorbeeld, maar hier leggen ze uit wat voor soorten games zijn er nou. En dan klik maar eens op soorten games. Dus je hebt, dit gaat echt over
online games. Je hebt schieten games, platform games, racepelletjes. Van alles staat hier uitgelegd. En dit hele object, dit leerobject, gaat dus over die spelletjes. En bijvoorbeeld ook welke spel kan ik nou kiezen. En hoe kan ik het zelf maken? Gewoon leuk om een keer naar te kijken als je dit met je groep wil gaan doen. En dan hebben we natuurlijk, en misschien maai ik nu het gras voor jouw voeten weg, Katrien, op klassement. Als je daar zoekt op online spel, dan krijg je heel veel online spellen die je kunt gebruiken. Volgens mij als je naar beneden gaat. Oké. Ik zal naar beneden scrollen, Inge. Kijk, hier zijn allerlei spelletjes die je kunt doen, die anderen al hebben gedaan en uitgelegd en die er al zijn. Dus hier kun je ook heel veel materiaal vinden. Ja, ga maar naar de volgende pagina. Misschien daar heel even aan toevoegen. We hebben de filter dus ingesteld voor online spel en dan krijg je dus 80 resultaten. Maar je kan dan nog meer specifieker voor je eigen vakdomein uiteraard ook gaan opzoeken. Dus, maar hier is het algemeen online spel gefilterd. Ja, wat ook heel erg leuk is om te doen, is naar een virtueel museum te gaan. Nou is dit, deze link die ik erin heb gezet, is voor volwassenen of voor oudere kinderen. Je kunt bijvoorbeeld naar het Britse museum. Weer even op klikken. En dan kom je dus in principe in het museum terecht en dan kun je kiezen. Doet hij het niet? Hij zit op mijn verkeerd scherm, zie ik weg. Daarom het niet. Ja, nu zouden we het wel moeten doen. Ja, nou, hij stond gewoon te laden op het verkeerd scherm. Ja, hij moest toch laden, dus dat maakt niet uit. En dan kom je dus in het museum terecht en dan kun je op een gegeven moment kun je kiezen wat wil ik nou gaan zien. En dan nemen ze jou helemaal mee in dat museum. En heel veel musea hebben dit al online. Kijk, heb je aan de rechterkant kun je bijvoorbeeld naar Living and Dying of echt een art and design. En dan nemen ze mee naar dat onderwerp en probeer het gewoon maar eens een keer uit. En dit is natuurlijk voor de wat ouderen. Maar als je naar de volgende pagina gaat, Katrien, daar heb ik ook een voorbeeld voor kinderen. Want er is een website die heet Musea Kids. En daar kan je bijvoorbeeld, volgens mij is dit gekoppeld, maar dat weet ik niet zeker, aan een tv-programma, dat ik ooit ook eens heb gezien. Dus je kunt hier naar een museum toe. Als je naar beneden gaat, geloof ik, dan kun je een museum kiezen. Maar je kunt hier ook, bij bezoeken is dat. Maar je kunt hier ook inspecteur worden en dan krijg je allerlei opdrachten. Ook erg leuk om een keer te kijken, vooral voor ook jongere kinderen natuurlijk. Ja. Ach, nu gaat Katrien het overnemen, maar voordat Katrien het overneemt, wat mij opviel bij het beantwoorden van de vragen, was dat heel veel van jullie het ook in groepjes al spelen. Ik ben benieuwd of je even in de gedeelde notities heel kort kan opschrijven hoe je dat dan doet. Want dat is een leuke informatie voor alle anderen straks. Dit nemen we dan ook weer op, die deze webinar gaan bekijken of die later dit leerobject gaan bekijken. Dus willen jullie links in de gedeelde notities, heel kort hoor, in een paar zinnen, even opschrijven hoe je dat dan doet als je zo'n leuke activiteit hebt met in groepjes in je groep. Dan geef ik nu het woord aan jou, Katrien. Dankjewel, Inge. Ik zie al dat Katrien aangeeft in breakout rooms. Dus breakout rooms, dan is het in een live sessie, vermoed ik. Dus dat je eigenlijk... Ja, voilà. Dus dat je je... Inge, ik ga jou even het geluid afnemen, want anders gaan we storing krijgen, denk ik. Dus dat je in breakout ruimtes of breakout rooms, dat je... uw klas of uw cursistengroep indeelt in ofwel door jou gekozen groepen, ofwel dat het systeemgroepje samenstelt, of dat de gebruikers mogen kiezen met wie dat ze samenwerken. Zij gaan dan, voor die mensen die breakout rooms niet kennen, dat zijn dus aparte ruimtes waar je cursisten of leerlingen aan de slag laat gaan gedurende een bepaalde periode.
En op basis daarvan dat zij, als ze aan het werk zijn, zij kunnen een scherm delen, zij kunnen ook notities maken, zij kunnen een aantal zaken in die ruimte gaan doen. De tijd loopt ook af. En op dat moment dat de tijd bijna op is, gaan ze melding krijgen, afhankelijk van welke tool dat je gebruikt. Bijvoorbeeld in BigBlueButton, die dat wij nu gebruiken. Als de tijd op is, worden zij automatisch terug naar de hoofdruimte gebracht. En het is best ook zo dat je als je een sessie plant met breakout rooms, dat je start in een gemeenschappelijke grote ruimte, hen dan opdeelt in kleine ruimtes en dan terug laat komen in die grote ruimte met iedereen samen om een afsluitmoment samen te hebben. Best is ook dat je, als je die breakout ruimtes gebruikt, dat je dat doet met verantwoordelijke aan te duiden voor notities te maken. Dat kan een gedeeld document zijn, maar dat kan ook bijvoorbeeld met in BigBlueButton zitten aan die gedeelde notities in. Dat heeft niet elke live sessie toe. Maar je kan ook zeggen van ja, de sessie moet opgenomen worden. Daar is ook iemand verantwoordelijk voor, dat er opnames zijn van wat er binnen zo'n ruimte gebeurt. En als leerkrachtbegeleider kan jij van de ene naar de andere ruimte gaan om daar eens te gaan polshoog te nemen van zijn ze hier wel bezig over het onderwerp dat wij willen dat ze praten, of gaat het hier over totaal iets anders en ga ik ingrijpen. Ja? Dus op die manier werkt breakoutruimtes ook zeer goed om eigenlijk in plaats van een presentatie het aan de leerlingen zelf te laten deel te nemen. Ja. Ik zag nog passeren, zelf oefeningen geven, zelf laten zoeken, online telefoon chat en daarna bezorgen. Ja, dat is ook een mogelijkheid. Dus er zijn heel wat mogelijkheden. Ik ga proberen daar ook nog wat aanvulling aan te geven. Er zijn ook al wel heel wat tools die op ons lijstje staan in de gedeelde notities toegevoegd. Maar ik hoop toch nog een aantal nieuwe ideeën mee te geven. Heidi vraagt ook nog in de chat van welke app Breakout Rooms is. Zoom heeft dat. BigBlueButton heeft dat. BigBlueButton zit ook in Smart School Live, maar ik weet niet dat de Breakout Rooms daar actief in zijn. Bijvoorbeeld, wat heeft dat ook? Canvas heeft dat, Moodle heeft dat eventueel. Skype heeft dat niet. Google Meet binnenkort, klopt Jan wat jij zegt. Maar ook Teams gaat binnenkort breakout ruimtes krijgen. Want ik heb gisteren de roadmap kunnen inkijken van Microsoft Teams. En daar staat ook breakout ruimtes op. Dus dat verwachten ze ook nog in 2020. Waarschijnlijk door de coronaperiode dat allemaal in een snelvaarttempo zal meer ontwikkeld worden. Dus ook in andere tools bijkomend gebruikt gaan worden. Wij zijn overgestapt, en dat wil ik ook wel even als kanttekening erbij maken, van Zoom naar BigBlueButton, omdat wij binnen de Vlaamse overheid Zoom weren. In die zin, kwestie privacy, gevoelige gegevens. Je kan geen verwerkingsovereenkomst afsluiten met Zoom. En vandaar dat wij op zoek geweest zijn naar een ander. BigBlueButton is afhankelijk van hoe dat je het afneemt en hoe dat je het inricht, wat de kostprijs is. Ik ga daar nu niet verder op ingaan, Katrien, maar moest je dat graag weten, laat mij zeker. Ik wil dat zeker ook wel delen, maar dan gaan we te ver van het onderwerp nu aflopen. Maar we hebben dat onderzoek gedaan de afgelopen 2 maanden ongeveer. Ja, en we hebben ook de verschillende naast elkaar gezet. Kahoot was ook bij jullie in de gedeelde notities en er straks ook wel bij heel veel mensen die zeiden van ja, ik gebruik dat al, ik heb het hier ook nog eens ingestoken. Hè. Dus Kahoot toelichten, ik denk dat heel kort kan zijn. Het is een quiz spelen. Het competitiegevoel is daar zeer nauw aanwezig en het al dan niet irritante muziekje dat daarbij hoort om toch zo snel mogelijk te antwoorden. Hè. Je kan Kahoot ook op afstand spelen. Dat is ook een van de heel veel gebruikte tools de voorbije weken, Kahoot-quizjes, om eigenlijk ja, die kennis te verwerven en op die manier een leuke activiteit te hebben. Je kan bij Kahoot ook gaan kijken wat bestaat er al en die hergebruiken. En je kan uiteraard ook nieuwe zelf eigen Kahoot-quizzen maken. Ik ga het filmpje niet afspelen, maar voor de mensen die Kahoot nog niet gebruikt hebben, je kan hier een how-to terugvinden van hoe Kahoot werkt. De tegenhanger van Kahoot zag ik ook wel in de gedeelde notities verschijnen.
dacht ik toch, of in de chat er straks. Quizzes. Quizzes is een alternatief. Ja, het is een beetje hetzelfde als Kahoot. Maar je gaat er meer Nederlandstalig materiaal op vinden. En ik heb hier quizzes ook even opengezet. Je zult merken dat het vooral naar lager onderwijs, secundair onderwijs, minder voor volwassenen onderwijs, alhoewel voor tweede kans dan weer wel, terug te vinden is. Ze hebben gewerkt in heel mooi in thema's, maar je kan ook bovenaan, als je er naartoe gaat, en de link zit ook in onze presentatie, kan je een spelcode invoeren als je die aan je cursisten geeft. Zij kunnen volledig anoniem aan de slag gaan. Je kan ze ook een account laten maken, maar dan moet je ook weer GDPR-gewijs, privacy-gewijs, hen toestemming vragen om dat te gebruiken. Zij na het kinderen onder de 18 moeten de ouders toestemming geven. Dus, maar je kan het ook perfect aanbieden zonder account. Je kan het ook koppelen aan een Google Classroom als je daarmee werkt. Als je dan een oefening vindt, ik ga nu gewoon het eerste hier nemen. Ik weet helemaal niet wat goed of slecht is, maar ik zie wel dat die al heel veel keer gespeeld is. En ik zie ook dat die 16 vragen heeft. Dus dat zie je hier onderaan al onmiddellijk verschijnen. Het is een rekenoefening, dus ik kan oefenen, maar ik kan ook mijn vrienden uitdagen. Ik heb dus geen account, ik ben hier niet ingelogd. Ik kan gewoon gaan spelen. Als ik als enige speler ben, ik wil gewoon gaan oefenen, klik ik op oefenen. Quizzes gaat starten. Ik klik op speel quiz en ik begin mijn oefening te spelen. Ja. Het telt ook af. Ja. Ik heb de muziek even uitgezet. Kan je hier onderaan doen, hè? Moest je dat irritant vinden. En ik heb tijd, mijn rood balkje, ik was net te laat, dus ik ben al te laat met de antwoorden. Dus het is ook op tijd. Als ik hier aanduid, dit is 1/5, ik krijg nog wel punten en je ziet dat ik hier, dus ik krijg ook een afbeelding. Het is ook weer een competitiespel. En ik krijg mijn tweede vraag. Voor, ja. Op het moment dat ik speel en oefen, is het ook zo dat als iemand anders aan het spelen is, of ik doe dat op het andere moment, mijn vragen gaan door elkaar komen en ook de antwoorden gaan niet allemaal op dezelfde plaats tevoorschijn komen. Dus dat is ook iets wat quizzes heeft. Ik ga deze vragen niet verder beantwoorden. Ik ga heel even terug. Nu zie je dat mijn recente activiteit, dat ik daar aan begonnen ben. Als je zelf wil gaan zoeken en je zegt van, ja, ik wil hier bijvoorbeeld voor Engels gaan kijken. Ik kan geen verbinding maken, zegt hij. Even proberen. Ik wil gaan kijken. Ja, hier staan altijd maar een beperkt aantal voorbeelden. Maar ik kan via Bekijk meer gaan kijken welke oefeningen zijn er. En via meer laden ga ik telkens meer en meer oefeningen zien. Dus mensen die dat maken, die kiezen er ook voor om dit binnen quizzes openbaar, dus met iedereen te delen, of alleen voor eigen gebruik te gaan gebruiken, uiteraard. Dat is ook een mooie aanvulling. Doe je het met Google Classroom of dat mensen moeten inloggen, ga je ook kunnen zien wie welke scores heeft. Dus dan is er ook een overzicht van welke leerlingen hebben daar al mee gespeeld, welke zijn daar nog niet mee bezig. Dus op zich ook een zeer leuke tool om eens afwisseling te hebben en om niet altijd naar Kahoot te grijpen, omdat dat ook, ja, als iedereen naar Kahoot grijpt, wordt dat voor leerlingen ook saai dat het weer al een Kahoot is. Maar er zijn natuurlijk heel wat andere activiteiten nog die kunnen. En Ingen heeft er al twee aangehaald. Ik ga een stukje verder op hetgeen wat Ingen heeft al laten zien, maar ik ga ook nieuwe dingen aanreiken. En bijvoorbeeld, wat kan je doen? Niches gebruiken, en dat is voor online te leren schaken. Dus een site waarop dat leerlingen eigenlijk de beginselen van schaken meekrijgen en waarop ze een speelse manier leren omgaan of het schaakbord leren kennen. Van het moment dat je klikt op bezoek de website, het is wel een Engelstalige website, maar dan kan je dus leren schaken. Ik ga het nu niet doen, maar op die manier kan je ook tegen elkaar schaken en zo verder. Dus een heel mooie manier waar dat ze toch ook later door het denkproces mee geholpen zijn. Om ook kleuter- en buitengewoon onderwijs wat manieren aan te reiken, vind ik zelf een mooie app, is Quiver.
op de website zelf, en ik ga er ook heel eventjes naartoe, vind je kleurplaten. En je zult zeggen, ja, maar een kleurplaat, hè, wat kan ik daarmee? Wel met de coloring packs die je hier vindt. En je vindt er gratis op en je vindt er betalende. Maar de gratis zijn voor in die klas te gebruiken zeker voldoende. Ook met thema's, dus een thema herfst, een thema Pasen daarin. Dus er zitten heel veel verschillende in. Je ziet dat er free zijn. Ja. En wat doet dat? Wel, als je die tekeningen afprint en je laat dat leerlingen kleuren. Ja, bijvoorbeeld, je print deze piraat af hè, en je zegt van oké, je downloadt hem, je print hem af, je geeft die aan de leerlingen. Op zich is dat voor hen een kleurplaat. Ja, ze gaan die kleuren. Is dat nu iemand in een eerste kleuterklas of iemand in een tweede leerjaar? Ik denk dat dat ook zeker nog wel kan. Wat heb jij nodig? Je hebt een smartphone nodig of je hebt een tablet nodig. En wat doet dat? En dan ga ik mijn filmpje heel even starten. Wel, van het moment dat de kleurplaat ingekleurd is, en dat dat nu gekleurd is en dat dat helemaal niet binnen de lijntjes is en gewoon een kribbelkrabbel opgezet is, of dat is heel mooi ingekleurd, je krijgt resultaat. Van het moment dat je dat inscant met een smartphone of een tablet, kan zowel op Android als op iOS, dus tablet, iPads als andere tablets. Dus je laat ze kleuren. Ik ga heel even het geluid uitzetten. Je laat ze kleuren, ze zijn klaar met hun tekening. Je gaat eigenlijk met de iPad of met de smartphone dat scannen. En die tekening, ik ga heel even doorspelen. Voilà. Ik hoop dat je het goed gaat zien. Voilà, dat mannetje is gekleurd, dat komt tot leven, daar komt een 3D-tekening uit, die vissen gaan rondzwemmen, er is een brandweerwagen dat je kunt kleuren, die kan water spuiten, precies of dat het... Dus je ziet heel wat mogelijkheden voor kinderen toch wel te betrekken bij een thema dat in de klas aan bod kan komen. Dat is één app dat je kunt... Dus je hebt een papier nodig, je hebt kleurpotloden nodig, een smartphone of een tablet, en dan kan je ermee aan de slag gaan. Hetzelfde, maar dan met maskers, is Quicker Vision. Doet eigenlijk juist hetzelfde, dus ook weer een masker kleuren. Inscannen en dat masker komt tot leven. Dus ook daar, we hebben hier een koppeling gemaakt naar een handleiding, is een zeer mooie manier om toch wel eens een leuke activiteit, eigenlijk tekeningen of maskers tot leven te laten komen. Why Not is zijn collega's van Jan en van mezelf, dus bij Klassement. En Why Not is eigenlijk een toegankelijke website voor jongeren met extra onderwijsbehoeften. Ik ga niet naar meer informatie over Why Not. Je kan daar als leerkracht naartoe gaan en alles wat zij doen lezen. Zij zetten ook heel regelmatig chatruimtes open en zo verder. Maar ik ga wel hun website voor leerlingen even openklikken. Omdat daar heel wat materiaal klaar staat. Tony en Nancy, onze collega's, maken heel wat materiaal. En in eerste doelstelling is dus materiaal te ontwikkelen voor leerlingen met een extra onderwijsbehoefte. Maar het kan ook in andere zeker gebruikt worden. Dus als je erop komt, dan wordt er al voorgelezen. Krijg je al geluid. Als ik op spelletjes klik... Ik ga het geluid nu ook even afzetten. Je kan dat hier onderaan rechts afzetten. Dan kan je zeggen oefen, speel of puzzel. Als je zegt speel, dan gaan zij digitale spelletjes hebben. Allerlei. Hè. Zoek de 5 verschillen. Dan krijg ik zo duidelijk 2 tekeningen. En ik moet gaan zoeken waar zit het verschil. Hè. Als ik hier, voilà, het oog. Hè. Op die manier. Ik heb ook cijfertjes onderaan van hoeveel ik er nog moet gaan zoeken. Als ik terug ga, wordt het over sorteren. Zitten daar spelletjes in? Ja, ik ga een makkelijke manier maken. En dan moet ik dit gaan slepen waar dat bij hoort. Dus ook dat. En als je nu een beetje ruis hoorde, is normaal. Dat is die band die aan het lopen was in het spelletje. Een oase spelletje is ook een makkelijk spelletje. Dan moet ik dus mijn weg gaan zoeken. Hè. Dus op die manier moet ik eigenlijk gaan maken hoe het de volgende weg, moet dit eraan gekoppeld worden of dat. Dus
op die manier kan je hen ook een leuke activiteit meegeven. Wat hebben zij nog? Als jij klikt op memory spel, zit er heel wat memory spel in. Dus rond verschillende thema's, bijvoorbeeld hier een beroepen memory spel. En dan ga je op zoek naar wat hoort bij elkaar. En zo verder. Dus dat is zeker ook wel eens de moeite om voor Buzo en voor lager onderwijs een mooie website die vol met materiaal, eigenlijk direct beschikbaar materiaal is. Inge had het er straks ook over een escape room, een digitale escape room. Jullie hebben toen een voorbeeld gezien dat een leerpad was dat gemaakt is in Xerte en eigenlijk louter en alleen in Xerte. Ik ga jullie nu meenemen naar drie verschillende voorbeelden van alle drie escape rooms, maar alle drie op een andere manier gemaakt. De eerste is gemaakt met Google Formulieren. En Joël Robrex heeft daar een heel mooi artikel rond geschreven hoe dat er allemaal gemaakt is. Dus ik ga er nu niet op klikken. Maar als je dat wil weten, hoe dat je dat kan maken met Google Formulieren, lees haar artikel en je kan het direct mee aan de slag gaan. Ik heb ook dankzij collega Bram een Engelstalig voorbeeld gekregen van zo'n formulier. Met een digitale escape room in. Je krijgt hier ook, net zoals er straks in het leerpad dat Inge toonde, een hele reeks uitleg. Hè. Ik klik op volgende en ik ga eigenlijk binnen in de escape room. Ik krijg nog een welkomstwoord, het kasteel waar dit allemaal gaat plaatsvinden. Als ik weer op volgende klik, dan krijg ik een code dat ik moet gaan kraken. En ik ga eigenlijk op basis van Google Formulieren een rondleiding doen. Hè. Je ziet, daar is ook bij verschillende andere tools in gewerkt. Hier is gewerkt met een soort berichten, een fake, hè. Text messages. Er zijn heel wat apps voor om zoiets te maken. Dus op die manier is dat eigenlijk weergegeven, een digitale escape room, maar op basis van een Google formulier. Ja, dit sluiten, je krijgt de link, dus diegenen die zin hebben gekregen, ga ze zeker eens ontdekken. Hetzelfde kan je doen met een combinatie. En ik ga hier ook. De escape room is ook gemaakt door iemand hier in Vlaanderen rond. Dan ben ik even het ontsnappen uit het Colosseum. Staat erbij. En zij heeft gewerkt niet met Google Formulieren, maar met een Google Slides. Is ook een leeropmiddel dat gedeeld is op klassement. Dus je start ook weer met een hele tekst. Je gaat naar het Colosseum. Je begint, je krijgt daar ook weer, zet alle letters van het woord om in getallen, tel deze op, welk getal bekom je, noteer. En als je dan hier een getal noteert, ga je naar een bepaalde plaats, naar een subsite binnen de Google Sites. Dus het is helemaal opgebouwd binnen Google Sites. Is ook een voorbeeld van zo'n escape room. Dus ook deze activiteit is beschreven op Lessement en je kan ook de escape room zelf ontdekken in de Google Sites. Dan heb ik, denk aan Glenn Vermeijden. Glenn is onderwijskundige aan de App Hogeschool in Antwerpen. En hij bouwde een escape room wiskunde. Nu, hij heeft eigenlijk drie dingen gecombineerd. Ik neem jullie er ook mee naartoe. Dus een escape room wiskunde. Wat heeft hij gecombineerd? Hij is gestart met een Google Sites. Op zich denk je nu van, ja, dat is hetzelfde als het voorbeeld van het Colosseum daar juist. Toch niet. Hij heeft een filmpje gemaakt met Pouten. Dat is een tool om video's te maken. Ik ga het filmpje heel even starten, gewoon om te laten zien hoe het is opgebouwd. Ik ga het niet helemaal laten tonen, want het zou ook ons daar weer te ver brengen. Maar heb je wel een idee? Ook dit kan je wel eens zelf gaan herbekijken. Ik denk dat je wel een idee hebt. Hè. De muziek erbij geeft ook al direct een andere situatie waar je in komt. Er zijn dus gegevens gestolen.
En vervolgens, als dat filmpje afgelopen is, staat er onder, ga nu naar deze link. Ik ga er even op klikken. Dan gaan we naar een leerpad gemaakt in Xerte. Maar dan zijn we er nog niet. Want wat heeft Glenn nu gedaan? Glenn heeft gecombineerd Google Sites, Xerte leerpad en fysieke kaartjes. Dus er wordt nu gevraagd, jullie zitten opgesloten in deze kamer, een mooie kamer dat je ziet. Er is slechts één deur om buiten te geraken en die is op slot. Doorzoek de kamer en vind de uitweg. Wel, hij heeft daar overal en heeft dat gedaan met hotspots. En je ziet dat als je erop gaat staan, zie je af en toe, misschien niet zo heel goed in beeld nu, maar af en toe zie je gele kadertjes, bijvoorbeeld rond de tv, een gele kader, hier rond de bank. Dan zitten er nog wel wat verstopt. Nu, wat heeft hij dan gedaan? Op het moment dat men klikt op de tv bijvoorbeeld, dan moet je kaart nummer 25. Dus hij heeft eigenlijk het gecombineerd tussen Google Slides, Xerte leermiddel en nog fysieke kaarten waar dan wiskundige zaken op staan. En dat kan van alles zijn die opgelost moeten worden om met die sleutel weer een stapje verder te gaan. Dus op die manier is dat opgebouwd en is dat eigenlijk een heel geheel. Glenn heeft het gemaakt voor volwassenen. Dus dit is voor het volwassenenonderwijs gemaakt. Maar je kan dus ook iets in elkaar steken voor andere onderwijsniveaus. Dus dat is geen enkel probleem. Ik ga er ook niet te ver op in. Dus je kan wel tot hier gaan. De kaartjes heb ik helaas niet. Maar mocht dat graag zijn, kunnen we wel jullie in contact brengen met Glenn. Wil je echt activiteiten op papier? Is Teacher's Corner een mooie website? Dus als je zegt van ja, voor mij het digitale nu tijdens corona is dat heel goed, maar ik wil naar de toekomst toe toch wel het digitale en het op papier zijnde nog wat behouden. Het is een Engelstalige website, maar je kan er Nederlandstalig materiaal mee maken. En leerlingen moeten er dus niet naartoe, want jij gaat het afdrukken of op PDF bezorgen. Maar je kan hier een woordzoeker gaan maken, brainbreakers, sudoku's, als je die wilt aanleveren. Op een heel eenvoudige manier, wordscrabbles. Maar dit is de bedoeling, als je een van die oefensoorten hier aanklikt, dat je ze maakt. Invuloefeningen kan bijvoorbeeld ook. Maar hij ze dus gaat niet digitaal gaat invullen. Hè. Je ziet ook wel, op deze website zit wel wat reclame, dus voor jullie is dat geen probleem. Dus leerlingen moeten hier ook niet naartoe gaan. Je kan ook een soort van doolhof gaan maken. Ik ga bijvoorbeeld klikken op Sudoku. Dus als je daarop klikt, dan vraagt hij hier onderaan welk type, hoe ga je het benoemen, hoeveel puzzels wil je op een blad. Onderaan vind je dan de print puzzle knop. En als je daarop klikt, dan gaat hij vragen printen of een PDF. Dus dat zijn ook, en dat is bij elk soort oefeningen mogelijk. Dat is ook een heel interessante website om eens verder op te gaan kijken. Nog een andere, dan ga ik ook direct live laten zien, die ook wel door jullie was aangeleverd, is learningapps.org. Is ook een website die enorm veel materiaal heeft, ook al voor het ons Nederlandstalig gebied. En je kan ook door materiaal van anderen gaan doorbladeren. Dus als je hier bovenaan klikt op bladeren door apps, dan kan je al per onderwijsvak gaan kijken. Bijvoorbeeld, ik geef economie, om eens een ander vak te nemen. Ah, ik zie hier de piramide van Maslow. Ik klik daarop, dat 600 keer. Als je het snel was, had je gezien, 662 keer betekent bekeken. Ik kan die gaan gebruiken. Ik kan die gaan gebruiken zoals die maker ze heeft oorspronkelijk gemaakt. Ik kan ze ook delen met een link hier onderaan met mijn leerlingen. Ik kan ze ook embedden in een Xerte-object, in een ander soort, in een website, in wat dan ook. Of ik kan ze met een QR-code beschikbaar stellen aan leerlingen. Ja. Wil je zelf aan de slag gaan? Kan ook. Nu, let op, learningapps.org, daar is geen contact met de makers. Dus kwestie duurzaamheid, moet je daar wel een beetje de vragen bij stellen van ja, als het weg is, is het dan erg dat het weg zou zijn? Daar hebben wij ook geen contacten mee, dus we weten ook niet van, is dat iets dat, het bestaat al jaren, maar blijft dat zo of niet? Dat is misschien wel, om heel veel oefeningen te maken, niet echt de juiste tool. Maar dan zie je dat je daar samenhorende paren kan doen. Je kan woordzoekers maken. Je kan crosswordraadsels maken. Een tool die heel veel gevraagd wordt in Vlaanderen. Je kan paardenrace doen. Waar is het op de kaart aan? Dus je hebt heel veel mogelijkheden.
En op een heel eenvoudige manier maak je met Learning Apps oefenmaterialen. Ik heb hier ook een bijdrage gelinkt op Klassement, waar Geert Kraaien, ik denk, 16 video's gemaakt heeft met alle mogelijke tools die met Learning Apps gemaakt zijn, alle soorten oefeningen, die dat je dus kan bekijken. Hoe maak je nu zo'n oefening? Tot slot, in mijn rijtje heb ik ook H5P toegevoegd. H5P is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met Learning Apps. Het is een beetje vergelijkbaar met Bookwidgets, die daar straks ook aankomen. H5P is gratis, in die zin bij ons, bij Toonet. Voorlopig ook nog in Noorwegen, maar zij gaan toch meer richting een betalende activiteit en niet de gratis niet meer. Want je krijgt ook melding bij hen dat het een demo-site is. En een demo-site betekent ook kortstondig gebruik van maken om dingen te proberen. Dat is bij Toolnet niet het geval. Kan je ook groeperen per categorie, aanduiden op een print. Je kan bijvoorbeeld menselijk lichaam, duid daar de verschillen, de hand, de knie aan en zo verder. Invuloefeningen, quizjes kan je daarmee maken, woordzoekers kan je maken. Dus je kan er ook heel veel soorten oefeningen ook op een heel eenvoudige manier. Ik heb de link erbij gezet hoe dat je ermee aan de slag kan gaan. En ik heb ook de videolessen die gemaakt zijn door René Breveld over alle mogelijke toepassingen met H5P ook toegevoegd. Je kan ook binnen H5P, en dat is nog althans bij de Toonet-server zo, al wat gemaakt is binnen H5P staat ook open voor de anderen. En open bedoelen we mee bruikbaar, niet aanpasbaar uiteraard, maar wel gebruikend. Zoals iemand anders het gemaakt heeft, kan jij het ook gaan aanpassen. Ik denk dat we op die manier een overzichtje geprobeerd te geven hebben van mogelijkheden dat je hebt met online activiteiten. Ik wil jullie ook nog heel even meenemen naar onze modules. We hebben geen modules apart over leuke activiteiten, maar er zit er overal wel in verwerkt. We hebben, en wij bedoel ik mee Inge, maar die zal ondertussen denk ik aan de volgende conferentie zijn. En ikzelf hebben het project Future Teacher gelopen. Dat is een 3-jarig project geweest, Erasmus Plus. Wij hebben vorig jaar dat project beëindigd, maar wel het engagement aangegaan om alles te blijven up-to-date houden en te blijven ondersteunen. Dat heeft geresulteerd in een instaptoets waarbij dat de digitale competenties van de leraar in kaart worden gebracht. 19 modules voor basis, 19 voor ervaren gebruikers en 19 voor experten. Over allerlei onderwerpen. Dus over het gebruik van afbeeldingen, het gebruik van flip in the classroom, collaboratief leren, samenwerkend leren, rond toetsen, allerlei zaken. Op futureteacher.eu kunnen jullie dat individueel gratis doornemen. Je vindt ze de meeste ook ondertussen al op Klassement. Wil je dat als schoolorganisatiecentrum, kan dat ook. Maar dan kunnen we er ook een schoolbeeld op plakken. En wat bij Vlaanderen betreft, dus voor Toonet, in Nederland is dat nog iets anders. Doen we dat op een andere manier dan futureteacher.eu, dan neem je best contact op om dat te bekijken, hoe dat we dat kunnen aanbieden, dat er ook een schoolbeeld komt. En daar meestal wordt er dan ook een professionaliseringsplan aangekoppeld en gaat men aan de slag om de competenties te verhogen. En dan kijk ik heel eventjes naar ondertussen de chat en de gedeelde notities. Of er ondertussen vragen zijn binnengekomen. Zet jullie vragen gerust in de chatbox of in de gedeelde notities.